Helemaal. Het is vandaag 14 januari en het is vandaag de dag dat ik bekend ga maken wie de Quickie Glue Pen gaat winnen. Allereerst wil ik iedereen bedanken die zich heeft ingeschreven op mijn nieuwsbrief en op mijn YouTube kanaal. Ik ben echt overweldigd door alle reacties, alle lieve berichtjes en alle ontzettend leuke reacties die zijn geplaatst op mijn site zelf. Om jullie een beetje een idee te geven, toen ik deze nieuwsbrief startte en deze actie startte, had ik nog maar 5 subscribers op mijn nieuwsbrief. En nu zitten we op de 66. En op YouTube zitten we op de 31 subscribers. Dus ik ben ontzettend blij. Bedankt voor al jullie inzet. En daarnaast wil ik Jo helemaal bedanken. Zij heeft als eerste een donatie gedaan. En ik was echt zo verrast dat ze dat had gedaan. Je kunt op mijn website een donatie doen als dank. Ja, als dankjewel te zeggen, zeg maar, naar mij toe. Kun je via PayPal een donatie doen. En Jo heeft dat gedaan. Echt super dankt, Jo. Je hebt een mailtje van mij al gehad. En ik ga wat speciaals voor jou doen. Want dat is echt ontzettend lief. Super. Mocht je ook behoefte hebben aan donaties, dat mag. Op mijn website zit een knopje donaties. Daar zit een PayPal knop. En met PayPal account kun je een betaling naar mij doen. En die worden volledig gestort in het project voor mijn website. Ik ga daarmee andere giveaways regelen. En ik zorg dat de website up en running ermee blijft. Dus verder maak ik geen winst op de site. Je kunt mij ook gewoon helpen door af en toe op een advertentie te klikken. Het kost jou niks. Die wordt even geredirect naar een andere website. Mag je gewoon weer sluiten, maar het levert voor mij wel degelijk wat op de achtergrond. De winnaar van de Quickie Glue Pen. Ik ga het bekendmaken. Ik moet even op mijn scherm kijken wie het is, want ik vergeet de naam steeds. Tromgeroffel. Het is Marlou of Marilou. Ik moet het goed zeggen, Marilou van Zoelen geworden. Marilou, ik ga jou een e-mailtje sturen met de vraag of jij je adresgegeven even naar mij wilt toesturen. Zodat je de Quickie Glue Pen kan ontvangen. Nogmaals, ik heb deze pen ook voor iedereen die niet gewonnen heeft. Echt een aanrader om te bestellen. Bij Margot op de webshop kun je deze bestellen. Kost niet veel, maar hij is echt top om te gebruiken. Vooral als je kleine priegeldingetjes hebt, is hij echt een aanrader. Dus Marlou is de winnaar van deze giveaway. Blijf ons volgen, want ik ga in een ander videootje bekendmaken hoe je de 2 Spectrum Noir glitterpennen kunt winnen. Dus die komen eraan en hopelijk tot gauw. Doei doei, dankjewel.